de muziek uit? Of? Nee hoor. Ik ben al aan het filmen hoor, mensen. Okay. Dag Monique en Bruno. Hoi. We staan in BMK, inmiddels wel bekend. Hoe lang zitten jullie hier al? Bijna drie jaar, ja. Dat gaat snel. Jullie waren ooit in Sint-Laurens begonnen? Ja, Sint-Laurens begonnen, boerderij. En ja, wat groter gegroeid de binnenstad in, hebben we dit kunnen vinden. Ja. Ja, we hebben de volgende uitdaging, gaan we aan. Ja, daar kom ik natuurlijk voor. Oh. Groot nieuws. En ja, het nieuws is niet ver weg. Nee. Dus laat maar zien wat er allemaal gaat gebeuren. Laten we zien wat jullie plannen zijn. Nou, ja. We hebben een idee, we hebben wat gedaan. Beweging in de lange vielen, hè? Ja. We hoeven maar één deur op te schuiven, we hebben het pand van de bakker aangeschaft. Nou ja, precies. Kijk, ik wist dat stiekem natuurlijk al. Het zijn eigenlijk twee panden zelfs, hè? Ja, het zijn er zelfs twee. Ik ben er zaterdag nog geweest, het is al behoorlijk gestript. Ja, de bakkerij is dat naar ik helemaal uit. Ja, nou ja, kijk, we zien de toren op, de balie. Ja. En de mandjes. Ja. Maar het is nog wel al, het is al stappen. Jullie hadden al een behoorlijk flink pand. En dan deze beslissing, want het is gewoon een groot, heel groot pand dit. En willen jullie uitbreiden? Wat is het idee? Het voordeel is dat het pand wat breder is. Dus je winkel wordt aan de voorkant gewoon een stukje breder. En dat maakt het wat prettiger voor de grotere spullen die wij hebben. Ja. En dan kun je ook eens wat meer meubels kwijt. En nu kun je dat te weinig kwijt. En dan is dat voor in de nieuwe. Ja, want nu is jullie pand vooral heel diep. En weet je hoe diep die panden zijn? 30 meter. Ja, dat is toch behoorlijk. Deze is dadelijk net zo diep, maar wel een stukje breder. En niet helemaal dadelijk de volledige breedte, maar we hebben gewoon meer vierkante mits. We gaan de helft van meer vierkante mits meer krijgen. Maar jullie blijven wel gewoon BMK? Ja. Ja. En wat is het streven om te gaan heropenen? Wanneer willen jullie dat doen? Eind maart. Dat is behoorlijk snel. Laat ik de vuile kleren aan en starten. Ja, ga je zelf heel veel doen ook? Ja, heel veel. Met een paar groepen mensen erbij en dan. En ik ben hier vorig jaar ook geweest, toen was het natuurlijk nog in mijn bakkerij. Gingen ze oliebollen bakken. Ja. Ja. Dus het is al een beetje. Maar er is hier vorige week is er ook een enorme. Dat container is er weggetakeld door de zon. Ja, een grote container weggehaald. Ja. Dus het staat hier is een hele grote oven. Ja, dus het komt er allemaal bij. Dat is allemaal niet bekend bij de mensen. Ga je dit allemaal openbreken? Ja. Dit gaat allemaal opengebroken worden voor één ruimte. Hierachter komt zelfs een stukje wat erbij. Dat is nog een aanbouw, ja. Misschien kunnen we het beter vanuit het andere raam. Dit gaat eigenlijk wat ook verder ingetrokken. We hebben nu ook zo'n opkamer. Die wordt wat groter. Dus dat je gewoon. Oh, dit laat je er dan een soort in zitten? Ja, dat blijft wel in. Maar de oude raam blijft er achterin zitten. Wordt onze koffiekamer gaat het weer heten. Oké. Okay. Dus dat mensen dus dat blijft, maar het wordt iets royaler en het wordt meer huiskamer. Ja. Je kunt dadelijk, nu gaan we langs die kant naar achteren, maar je kunt dadelijk langs die kant makkelijk naar achteren. Dus twee. Nee, dit vervalt dadelijk. Dus okay. Dit wordt dadelijk sanitaire ruimtes en dergelijke wc's die erbij komen. Oké. Okay. Dus, dat is een vrij lange gang is dat inderdaad. En het is ook een monumentenpand, hè? Ja. Oh, hier is het even donker. Heel veel regels en eisen. Ja. Maar ja, ook weer leuk om daar rekening mee te houden. Als jullie dan achteraf van dat oude ding blijft allemaal zo bestaan, misschien niet tegen, maar even kijken hoe vast. De klok hangt er nog. Ja. Want jullie hebben vandaag getekend. Ja, vandaag getekend. Ja, ik heb het nog gefeliciteerd trouwens, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Dus hier krijg je eigenlijk dan een doorgang naar die voorkant toe. Waar kom je dan in de tuin of zit hier naast gelijk die gang? Nee, dat stuk, dit gaat er dadelijk uit zo. En dan krijg je net aan die andere kant bij de buiten. Precies, komt erbij getrokken. Nee, dus deze gaat er ook nog mee open, deze wand. Komt er ook nog even bij. Ja, hier stonden al die koelcellen en zo. Ja, die koelcellen, achter hebben we niet kunnen poetsen zoals je ziet, maar dat maakt niet uit. Dat is, Nou ja, je moet toch. Het gaat gewoon helemaal opnieuw gestuurd worden. Nee, het was echt wel volop op wijzen zaterdag. Ja. Ja, er komt natuurlijk 60 jaar spullen uit. Ik krijg hier achter een magazijn opslag. Ruimte, een kantoor wordt hier nog gemaakt. Ja, want dit was waar ze vorige keer, nu zijn we op de achterzijde, dit was de bakruimte. Ja, hier stond vorige keer waar je even weet dat je oliebollen. Ja, hier nog een zolder. Ja. Kijk, en hier heb je dan die tuin die we vorige keer helemaal was ontgaan. Ja, gewoon een slurp. Maar dus doe ik het even. En dit wordt dan een binnentuin van maken. Dat is gewoon een mooie stad. Oh, dat ga je niet overdekken of iets dergelijks? Nee, dat blijft wel een stuk tuin. Ja. Dus, maar hoeveel ruimte ga je er nu op vooruit in de oppervlakte, weet je dat? Voor de winkel wordt het een goed 60 vierkante meter meer. Ja, dat is toch behoorlijk. Maar je zit gewoon dat je breder bent en dat maakt het een stuk fijner om grotere spullen weg te zetten.
En ik heb zaterdag ook de bovenwoningen gezien, daar hebben natuurlijk altijd mensen gewoond. En dat is behoorlijk gedateerd, zeg ik ook. Ja. Er zitten geen cv in of niks, maar wat zijn jullie plannen daarmee? Kan je daar wat over zeggen? Of, Daar is de bedoeling om daar verhuurappartementen van te maken. Oké. Ja. Dus gewoon voor het alleen gedeeld wat er nu is, wordt niet groter gemaakt zoals de ruimtes die daar zijn, die worden gebruikt voor... En dan heb je het over permanente verhuur? Permanente verhuur, ja. En dan die deur waar vroeger de ijzerkraan was, zeg maar, dat is een aparte opgang? Dat wordt een aparte opgang. Ja. En dan de week aan de andere kant ook nog een aparte opgang. Maar ik krijg twee aparte opgangen, waardoor je dus zo'n twee of drie... Niemand hoeft door jullie winkel te lopen. Nou, het is een heftige klus. Ik zou het leuk vinden als ik de komende maanden af en toe mag komen kijken naar de vorderingen. Ja, hartstikke welkom. Want het is leuk. Dus. Het is wel mooi om dit te zien groeien. Dus, nou ja, ik denk dat jullie... Hoe lang zijn jullie bezig met slopen en strippen? Dat is maar een week of zo zeker? Een paar weken, twee weken. Een paar weken, ja. En ga je gewoon met de kerst daar ook door? Dan ligt er aan de kop. Kerst ook niet, maar tussen kerst en nieuw, ja, dan gaat het gewoon door. Nou, hartstikke spannend. Ja. Nogmaals gefeliciteerd en we zien jullie dan de komende maanden een paar keer. En in spanning naar eind maart toe. Ja. Succes! Ja.